Ja, sorry, ik heb hem nu pas aan. 1 seconde. Oh, Joch heeft zijn spullen weer niet op orde. We beginnen het jaar weer goed, jongens. Oh, wat heerlijk zeg. Het Joch. Ja? Terug van de dood. Ja, ben je bevredigd? Jongen, ik ben echt, denk 2 maanden naar de jachtvelden. Ik zat echt tegen de jachtvelden aan. Ja? Ja, toen heb ik toch maar besloten om nog... Maar waar liggen die jachtvelden? Ja, verspreid. Oh, verspreid? Oké. Okay. Nee. Ik heb echt, denk ik, serieus... 1,5 maand, 2 maanden echt geen flikken gedaan. Echt, dat op een gegeven moment zelfs... Dat ik gewoon niet meer wist wat ik moest doen. Ken je dat? Dat je bijna niet meer wist hoe je heette. Ja, dat weet ik inmiddels ook niet meer. Ik was echt spoorbijster. Ik zat echt gewoon... Iedereen om me heen moest weer werken, weet je. Begon weer met zijn leven. En ja, ik wist echt niet wat ik moest doen. Dat was echt... ik verveelde me gewoon echt letterlijk op een gegeven moment. Ik heb geen elke dag golfen. Ik deed alles, maar zelfs dat is niet bevredigend op een gegeven moment. Ik hoor niks anders dan alle andere maanden in jouw leven. Eerlijk gezegd. Nee. Ik hoor alleen maar niks doen, golfen, niet werken. Dat is letterlijk... Nee, maar ik had geen drive. 12 maanden per jaar. Ik had weinig drive of zo. Het was echt alleen maar relaxen. Dat is ook goed voor jou, ja, jongen. Ja, je hebt een partner. Oh ja. Je hebt Henk eindelijk bij het oud vuil gezet. Ja, ik had toch besloten dat al die mannen, weet je, dat was toch niks. Altijd dat gezeik en ja. Ik was op een gegeven moment gewoon klaar mee met al die gasten. Ja. Dus toen besloot ik toch in Nederland werkt het gewoon niet met de mannen en vrouwen. Toen ging ik maar overzees, zeg maar, een beetje kijken in andere landen en ja, toen trof ik het wel. Ja. Zo is het wel gegaan. Zo'n Joegoslaviër. Klopt, ja. Ik dacht, ik ga terug een beetje naar mijn roots, naar de Balkan. Misschien vind ik daar wel mensen die net zo gestoord zijn als ik. Maar ja, dat... Ja, je zou het maar moeten lopen. Van Polen naar Kroatië. Dat is toch een flink eind, hoor. Van Polen naar... het valt toch mee. Het is Kroatisch, toch? Of ook Bosnisch? Ja, het is alles door elkaar. Alles door elkaar. Ja, precies. Een soort vuilnisbak Joegoslaaf, zeg maar. Ja, het is best ver in Polen, Kroatië. Ja. Als je het wilt lopen... Van Zagreb naar... Van Krakau naar Zagreb, 135 uur. 135 uur lopen? Ja. Ben je vet of niet op dit moment? Vet. Nou, ik moest van de week ergens wegen en meten. Ik ben 1,90 officieel gemeten. Eigenlijk 1,89,7. Ja. Maar ja, goed, hij zei 1,90. En ik woog met kleren aan 92 kilo. Dus ja, toen dacht ik wel, 92, maar... 92? Met kleren aan? Wie weegt zich nou met kleren aan? Ja, ik stond niet naakt daar. Nee? Hey, vet, ik heb wel even één belangrijk ding. Oh. Wij moeten namelijk een land kiezen van ons startpakket. Ja, ik heb echt geen idee. Ik heb echt nog... Ja, dat moet ik even vertellen tegelijk. Ja, maar dit heb je al 8 jaar achter elkaar gehad. Nee. Je weet hoe dat gaat. Dan krijg je spelers uit dat land. Ja, maar ik heb dus nog geen één pot FIFA 23 gespeeld. Ik heb nog helemaal het spel... Ja, ik ga het voor het eerst straks zelf een keer opstaan. Dat is beter. Ik had ook geen zin om hier met een gedeprimeerde jongen te zitten die alweer richting de eeuwige jachtvelden wilde. Ik ben blij dat je nog geen pot hebt gespeeld en dat we nog gewoon vrolijk een eerste video van het seizoen op kunnen nemen voordat de ellende echt inslaat. Ja, zeker. Maar je mag wel een land kiezen. Eén van de grote 9 landen. Nederland. Nederland? Ja, boeit toch niet. Oké. Okay. Hey, maar mag ik... Ik pakte gisteren gelijk weg, Horst. Oh, meteen de goat. Wil je scherm delen? Kan ik tenminste iets zien? Ik zit even naar mijn eigen vette hoofd te kijken. Oh! Zelfde rating als Weghorst. Oh. Ook een spits. Wat denk je dat het is? Wat is zijn rating? 79. Malen? Nee. Nee, het is Luquinho. Oké. Vette vergulden. Wat een heerlijk, heerlijk team erbij staan, zeg. Luc de Jong, Ruud Vormer, Karim Rekiek. We hebben hier Pelle Clement. En we hebben in de spits Thijs Dallinga. Ja, hebben we hem? Ja, we hebben hem. We hebben hem! We hebben hem! Kijk, even voor onze Belgische vrienden. Maar jij hebt ook een Road to Glory, hè? Ik heb geen zin om geld uit te geven. Nee, ik ga Ja, ik heb ook eigenlijk helemaal geen zin om geld uit te geven. Het slaat eigenlijk... Nou, dat doe je toch niet? Is leuker, hoor. Je hebt een leuker verhaal als je gewoon weer wat hebt om voor te spelen. Anders boeit het je ook allemaal niet. Jou boeit ook helemaal niks. Dus laten we het gewoon doen. Ja, enige kloterige is met squad builder battles. Maar dan kunnen we ook accounts lenen van kijkers bijvoorbeeld. Dat is best leuk. Zien ze ook nog eens hun eigen team terug. Dat is best een leuke toevoeging. Ja, maar squad builder battles is sowieso anders. Nu met die linkjes en zo. Dat is niet te doen. Nee, maar je moet wel geld hebben om spelers te kunnen kopen. Ja, maar squad builder battle is sowieso, moet er iets nieuws daarvoor eigenlijk komen. Is toch juist nu vetter dan ooit? Ja, nee, dat bedoel ik, maar we moeten het aanpassen, zo bedoel ik. Oké, we gaan even kijken wat die eikel doet. We gaan ons grote voorbeeld volgen. AJ3,
Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden als we een voorbeeld hebben. Wij hebben gewoon een legend die het allemaal voor ons doet. Precies. Hij weet niet dat hij voor ons aan het werken is. Precies. Hij mag wel een factuur sturen eigenlijk elk jaar, maar dat doet hij niet. We hebben al 2 spelers van Real, dat is best wel ziek. Daarom. Ja jongen, ik heb gisteren toch Ben Yedder gepakt. Dat was al 14k, daar kon ik wel gelijk redelijk mee uit de voeten. Hoe zie je wanneer het een walkout is of zo, of iets goeds? Ja, heb ik ook allemaal nog niet heel goed bekeken, moet ik zeggen. Nee? Deze dingen zijn wel belangrijk. Welke? Positieaanpassingen. Oh, dat heb je nu ook niet meer specifiek. Het is niet meer dat je van LM naar LVA gaat of van spits naar CA. Je hebt gewoon, dat vind ik ook echt vet. Dat is ook gewoon echt realistisch. Ik zeg maar wat. Noem eens een speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Joel Veldman, bijvoorbeeld. Ja. Die heeft dus als main positie centerback. Ja. Zo! 23 wedstrijden Ronaldinho. Zo. Nou, waar hebben we dat aan te danken dan? Geen idee. Best vet. Als tweede positie, of als alternative. Ja. Als alternatiefje, alternatieve positie, heeft hij rechtsback en rechtervleugelverdediger. Hier, dat is wel vet. Dat was hem. Ja, dat was hem. Dumfries. Kijk, hij heeft als alternatieve positie rechtsachter en rechtshalf. Oké, dus dan kan je die kaart naar een rechtsmidden brengen. Precies. Dus je hebt kaartjes van RA naar RM. Nee. Hoe werkt dat? Je hebt gewoon alleen een kaartje positie change. Dus als ik Dumfries nu in mijn ploeg zet op rechtshalf. En ik geef hem dan zo'n kaartje, dan maak ik ze rechtshalf van hem. Dus je hebt niet meer al die honderden posities. Oh wacht, misschien moeten we die wel even houden. Die Dumfries houden we. Ja, dit mag de stagiair straks allemaal te koop zetten. Zeldzaam goudpakket voor het joch. Niet. Maar hoe zie je nu dan? Ja, ik zit... Oh, onze vriend. Onze grote, grote vriend. Dat is mooi. Die John van het schip, die... het is nu echt een beetje een meme geworden bij Viaplay, zeg maar. Ja. Omdat die gast ook elke keer struikelt over zijn naam, weet je wel? Ja, die Uka Kemano. Oepa. Ik zeg, noem hem maar gewoon Oepa, boeien. Ja, hij moet meer onze video's kijken. Ja, zei ik ook al. Ja, zei je dat? Zo! Oh, bijna een rock. Zo, dat joch. Zijn stem slaat gelijk over. Ja, joh. Zo! Zou het iets opleveren? Nee, ik denk dat hij te hoog 28k kost. Maar ja, dat koopt niemand natuurlijk. Oh, zijn startding is fucking hoog. Ja, daarom koopt niemand hem. Irritant, hè? Heel irritant. Ah, de rest boeit ons niet. Hier, wil je nog het Aioli? Oh nee, Adli. Oké. En het laatste pakket. We hebben helemaal niks. We kunnen niks. Laat er alsjeblieft een draft token in zitten. Ja, dit moeten we eigenlijk allemaal gaan listen, anders dan kunnen we helemaal niks. Ja, we moeten het allemaal gewoon snel verkopen. Ja, ik doe gewoon alles zo, hoor. Ja, joh, sommige dingen gaan nog voor best veel, hoor. Jongen, geloof me nou maar. Ik zeg niks. Ja, jij ik zei niet eens wat. Ik ben er nou alweer klaar mee. Ja, hij is er nu alweer klaar mee. Ik zeg niet eens wat. Ik zeg iets heel anders. Zeg maar, ik had het heel anders wat gezegd. Hij zei, ja, luister nou maar gewoon. Maar best raar. Nu heb je zeg maar nog zin om elkaar te spreken, maar over 3 maanden dan... Nee, hoor. Nee? Nee hoor, heb ik niet. Nee, heb ik niet. Jawel. Ja, had je er weer zin in? Ik had wel zin om jou weer gewoon lekker een beetje de vergulde eikel te noemen. En je gewoon vet te noemen en zo. Kijk, en wat nu leuk is, is dat Ryan Graafberg gelijk helemaal blij is. Als je dan R3 ingedrukt houdt, dan krijg je dit menu te zien hier links. R3? En waarom is hij blij? Omdat hij 5 Nederlanders in de ploeg heeft. Hij zit met 5, is 1 van de 5 Nederlanders. Dus zie je dat dat 2 blokjes oplevert. En er zijn 2 Bayern-spelers. Oh, ook 2 Bundesliga-spelers. Nee, dat levert nog niks op. 2 Bayern-spelers levert ook 1 blokje op. Ah, oké. Leuk, hè? Wat wel zo is, kijk, dat is grappig. Uga Germano, als ik die naar linksback zet, is hij niet blij. Dus dan telt Uga Germano niet als Bayern-speler. Want nu zie je dat er nog maar 2 blokjes bij Gravenberg zitten. Wat raar. Ja, dus hij moet wel blij zijn. Het gaat om het aantal blije teamgenoten. Oké, nou, we hebben nog even een goede rechtsbuiten nodig, jongen. Oké. Het liefst van Inter of van Bayern. Inter of Bayern? Ja, het liefst wel. Nou, misschien niet Bayern. Dat boeit eigenlijk niet echt. Want kunnen we voor Bergwijn gaan? Is er een rechtsbuiten? Ja. Dat is linksbuiten, denk ik. Ja. Maar hij wordt wel aanbevolen. Ja, ik weet niet waarom. Gaan we voor een volledig Nederlandse squad? Kan ook nog. Nee, joh, pomp nu maar iemand die rechtsbuiten en dan rammen we even doorheen. Doen we even 1 potje. Ja. Ik heb een call om 11 eigenlijk. Ja, is goed. Doen we 1 potje. Oké, doen we een Nederlander voor de rechtsboetoe. Hier, je grote vriend. Ja, doe maar. Ja, jongen. Die muskie gehad. Ja, hoor. Daar gaan we. Ziek, vette. Ben je er klaar voor, jongen? Je eerste minuten. Ja. Schitterende spel. Ja. Ja? Daar gaan we, jongen. Uka Germano is onze captain. Of Denzel Dumfries. Dumfel Dumfries. Ik ben echt benieuwd. Speelt het anders dan FIFA 22? Ja, nee, ja. Ja en nee. Ja en nee. Wat heb ik daar nou wel?
Sorry hoor. Ja, het speelt wel iets. Het is een heel erg een passing game, merk ik. Dat draaien en dribbelen met die linker stick werkt niet zo heel goed. Wat is power shoot? Dat is R1, L1. Oké, en wat kan je daarmee? Daarmee kan je... harder schieten. Precies. Jezus, wat is het graag? Het is echt eerst dat een opvoer is. Dat meen je toch niet? Kijk dan. Jezus. Nee, gewoon niet de gameplay, maar gewoon het spel. Oh, geweldig pas. Dit is toch genieten pas. Ik heb zoveel zin in het nieuwe. Ja, kom maar. Op Luc's hoofd. Kom maar, jongen. Kijk dan. Oh. Zie jij, ze weet al niet meer dat ze dan daar moeten staan. Oh. Ja, maar kijk, jij bent 2 maanden uit de relatie geweest. Dat je niet meer wist waar je het zoeken moest. Dat hebben deze gasten nu ook, hè? Ja. Moet je niet onderschatten. Zal de PS5-versie weer zo kut zijn? Nee, je hebt maar 1 versie, toch, nu? Ja? Volgens mij wel. Oh, echt? Dus je hebt niet meer dat wij een PS4-versie kunnen doen op de PS5? Ik heb de indruk van niet. Nee, ik zie namelijk ook niet een andere optie staan. Dit gaat niet de goede kant op. Oh, dit is vervelend. Ik dacht dat dit buitenspel was. Dat hoopte ik ook. Oh, wat een paas. Zal onze glitch nog werken? Het voor me kies diepte. Luc de Jong komt... Ziek zeg. Wat ziek zeg. Ongelooflijk best. Oh, je meet toch niet. Wat een goed spel. Een glitch die gewoon zelfs niet eens alleen na een patch, maar zelfs na een nieuwe game installatie nog steeds werkt. Dat is toch wel bijzonder. Ja, vet hè. Triest eigenlijk. Maar... Wanneer zijn die Twitch rivals? Zo! Hey. Wat is dit dan? Oh, wat een mooie paas. Schitterende paas. Luc, kies positie. Niet doen. Hey. Nee, vetnek. Der vetnekken. Ik heb wel gescoord als enige. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Bergius. Oh, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Dat is Frenkie de Jong. Wat Jezus, Mina. Oh, iets voor me. Helaas. Bergwijn, laat je zien, jongen. De transfer gemaakt. Precies. Koudelje. Frenkie. Oh, nee. Mooie actie. Ja, vet, schitterend, toch? Hè? Ja, dat deed echt leuk. Ik deed Berbatov, omdat ik echt even dacht dat hij 4-sterren skills had. Maar kan nog. Kom vet, op. Hè? Nog 1 keer. Nog 1 keer. Frenkie. Ja. Dat wordt hem. Frenkie, Luc, nog 1 keer. Oh! Oh! Kom op, vette. Luquinho. King Olazo. Een schitterend jaar. De goden hebben zich uitgesproken. Nou, mooi goal. Eerlijk is eerlijk. Ja, mooi goal. Echt een schitterende aanval. Ja, we hebben echt goed ons best gedaan voor onze kijkers. Dit was het weer, jongens. Tot over 1 jaar. Bedankt. Dit was echt leuk. Wanneer is de eerste weekend dan? Moet mij. Ja, ik denk eerste weekend oktober, eerlijk gezegd. Ja, precies. Volgende week, de 8e. Nou, wil je nog iets tegen de kijkers zeggen? Ja, bedankt, jongens. Bedankt. Tot snel. Vergeet even niet te abonneren, want dat hebben we al een tijdje niet gedaan. We willen eigenlijk heel snel 100.000 abonnees. Hoeveel hebben we eigenlijk? Ja, 72 of zo? We willen heel snel naar 72.480. Kijk. Bedankt. Vaarwel. Heel snel. De eerste squad builder. Nieuwe stijl. Squad builder 2.0. Vaarwel. Ik zet hem uit. Tot ziens. Dankjewel. Doei.